wel heel erg van dit landschap. Maar we hebben wel heel erg ongeluk met het weer. Omdat er vaak zo'n harde wind is. En dat is heel heftig. Er zijn een beetje nadelen aan IJsland. Voornamelijk het woord IJsland. Want het is wel een beetje koud. Misschien niet eens de temperatuur, maar die wind. Die koude wind langs alles. Art heeft gezegd, en dat herinner ik me echt bijna ieder woord van nog. Als je het tot aflevering 4 weet te halen, dan gaan we flink onderhandelen over jullie toekomst. En dat kon wel eens een hele zonnige worden. Dus ik hoop echt met van alle harten dat ik gewoon naar een warm land nog mag gaan. Want daar hebben we allemaal wel heel erg veel behoefte aan. Jongens, we staan aan de rand van het Europese continent. Zo ongeveer op het breukvlak waar de Amerikaanse tektonische plaat langs de Europese plaat schuurt. Ik ben op zoek naar 6 mensen die zich lekker warm willen aankleden tegen de kou. Marit? Ja, ik neem het risico. Zullen we wel zien. Oké. Mag jij die kant op? Doei. Hadewieg, Annemarie, toch? Ah, Frit. Nee. Zien jullie er elegant uit? Ja, dankjewel. We hebben ons best gedaan. Nou ja, Humpty en Dumpty die mochten als eerste. Nou, echt, we zagen eruit natuurlijk. Ja, dit is sowieso de worst fashion mall ever. Dat heb ik nu al door. Zit het comfortabel? Ja? Ja. Komt goed uit. Jullie gaan een mooi zwemtochtje maken. In ijskoud water. Maar wel op een van de bijzonderste snorkelplekken ter wereld. Onderweg komen jullie 7 foto's tegen. Onthoud de volgorde waarin je ze ziet. Ja. Jullie hebben een kwartier voor dit tochtje. Ja. Want daarna is er gevaar op onderkoeling. Oh. Veel plezier. Dank je wel. Dus we gaan snorkelen. En dat heb ik nooit gedaan. Dus ik wist niet of ik dat eng zou vinden. Dat wel niet. Nee? Nee. Oh, heerlijk. Oh jee. Hi. Het was echt geweldig. Maar het leek dus net alsof je als een soort vogel boven een enorm ravijn vloog. En je kon niet naar beneden vallen of zo. En ik heb in een droom heel vaak, dan ben ik ook heel hoog, maar dan stort ik toch altijd naar beneden. En nu bleef ik zo heel lekker zo dobberen. Maar we moesten wel meteen bij de tijd zijn. Dit is ouders. Oké, nu maar 1 halen. Ja, 1 halen, 1 halen. Onze ouders lagen daar, zo leuk. Dat is William verborgen. Ja, definitely. Please, William. Williams moeder, heel duidelijk. Daarna kwam een bruidspaar die we niet goed konden thuisbrengen. Het is een klein mannetje. Laat maar zeggen Tim. We halen William Tim. Wij hebben zelf een systeem bedacht om ze maar steeds te herhalen als we iemand hadden gezien. Ja, dit is net als moeder. Van ik ga op vakantie en ik neem mee. Hade, William, Tim. Annemarie, ik denk niet, Frits, want het is niet zo'n oude foto. Frits is toch wel oud? Ja, dat is hier Frits. Frits, zijn moeder was duidelijk. Er was gewoon een kleine Frits met een jurk aan. Annemarie, we zullen alles van liever, toch, Dick? Oké. Oké? Dan is die andere waar is? Ja. Oké. Vader, William. Ik kon horen wat ze met elkaar aan het overleggen waren. En uit wat ik hoorde moest ik een volgorde zien te maken in de namen. En dit is echt in de evolutie echt een heel belangrijk moment. Toen kwamen de zeevieren namelijk in de land. Best wel snel. Dat ging echt heel goed. Kijk maar gaan. Annemarie, Hadewieg. Hoi. Lekker gehad? Even knuffelen? Nee, niet. Dat was wel echt mooi hoor ook. Maar ja, nu de opdracht. Ja. Ik wil dat jullie de juiste foto zetten bij nummer 3 en bij nummer 7. Hade, William, Tim. Tim, toch? Ja.
Nu wist ik zeker dat het zevende koppel de ouders van Lisbeth waren, omdat die moeder heel erg mij aan Lisbeth leed denken. Dit wordt hem? Ja, we weten het niet helemaal zeker, helaas. Maar ja. Ja. Ja? Ik was met Tim. We waren best zenuwachtig. Snorkelen bij 2 graden Celsius. Nou ja, dat hadden we beide nog nooit gedaan. Het was niet zomaar snorkel, toch? Het was een soort gigantische kloof. En het was echt super diep. Klaar, de eerste valt op. Ik kan niet meer gaan helemaal. Moeder van William, de eerste. Ik kon de moeder van William gelijk herkennen, want dat was echt spitting image. William, met een pruik eigenlijk. Ja, je hebt er even gemist. Die heb ik gezien. Wat is dat? Die herkent ik niet, bruid en bruidegom. Praten was heel moeilijk, want we hadden ten eerste zo'n snorkel in de mond. En de stroming was ook redelijk snel. Dus je moest best bijpeddelen om de juiste route te volgen. Het is ook een bruid en bruidegom. Oké, bruid en bruidegom, moeder van William. Bruid en bruidegom. Volgens mij is vader, maar ik weet niet zeker. Hier zo, zie je dat? Nee. Nee, wacht, kijk nog een keer. Mijn eigen vader heb ik herkend na een tijdje, want ja, die was moeilijk te zien. Het was ontzettend harde stroming en op het einde dreef Lisbeth wat verder af. Tim, waar ben je? Lisbeth, deze kant. Op speciaal verzoek van Tim Kamps moet ik nog even het volgende vertellen. Mijn brillenglazen waren op een bepaald moment beslagen, dus ik zag heel weinig. En door de mist in mijn bril riep ik: Tim, Tim, waar ben je? En daar was de hand van Tim Kamps, die zich naar mij uitstrekte. En ik greep hem en Tim Kamps redde daarmee mijn leven. Dankjewel, Tim. Dankjewel. Ja, het was een ontzettende heldendaad. En ja, ik denk dat Lisbeth me best wel dankbaar is. We geven het er helemaal af. Ja. Shit, dat gaat helemaal niet door. Nee. Dat was hij ook. Zo. Hi. Heb je het leuk gehad onderweg? Ja, dat was heel mooi. Ja? Er staan hier al 2 foto's. Jullie mogen de foto's bij nummer 2 en 4 zetten. Wij moesten foto 2 en 4 op de juiste plek zetten. Ja, die leek heel erg op William. Dat was 2. Ja. Nou ja, daar waren we snel op uit. Ja, dat was de 3, dus dan is het 2. En oh ja, foto 4, dat was de die. Dit wordt hem? Zeker weten? Ja. Ze waren een beetje aan het mompelen en ik kon met hun informatie helemaal niks. Ze noemen geen volgorde, dus dan houdt het op. De nada. Ik ging samen met Frits, waar ik op zich wel blij mee was. Want ik wilde toch kijken van, nou, wat gaat hij nou weer uitspoken? En we kwamen vrij snel een foto tegen van iemand in een bruidsjurk. En, nou ja, ik had geen idee. Echt geen idee. Sommige ouders waren heel makkelijk te herkennen. De moeder van William was ontegenzeggelijk. Dat is mijn moeder. Oké. Wie denk jij dat de eerste was? Dat is een trouwfoto. Ik denk Liesbeth's moeder. Oké. Toen was er een lang stuk dat er geen foto was. Dan haakte een beetje van in de war. Hier wat. Ja, wat zei ik ook. En uiteindelijk kwamen we weer een foto tegen. Ik denk de moeder van Adelaide. Uit duizenden had ik die eruit gehaald. En toen kwam er een foto van een man op een soort van kruiwagen. Of, het is moeilijk te zien. Misschien van Lisbeth. Hm? Misschien van Lisbeth. Ja, dat was de eerste, denk ik. Dus Lisbeth, ik, Annemarie, Tim, denk ik. Dat was Tim, ja, dat kan. Oké. Okay. Frits vond het prima. Ja hoor, is Tim, geen probleem. Toen kwamen we zijn moeder tegen. Dit is mijn moeder. Daar was hij eigenlijk heel eerlijk in. En toen moesten we zwemmen om een eilandje richting Art. Nee! Hé, hier is de foto! Dat doet Frits. Hij ging voor het eilandje langs. En ik dacht, nou ja, ik zoek het zelf wel uit. Dan weet ik in ieder geval ik het. Wie denk jij dat die laatste waren? Ik denk van Marit. Van Marit. Er staan hier al 4 foto's. Ja.
jullie mogen 2 foto's op zijn plek zetten. Nummer 1 en nummer 5. Nou, 5 is hoef. Dat ben ik zeker, dat ben ik zelf. Ja. Moeder. Dus dat is goed. Ik ben ook goed, zie je. Nummer 2. Annemarie was het zeker niet. Dat was echt nummer 3 volgens mij. Dan zetten we dus Marit op 1. Dit wordt hem. Ja, blijkbaar. In ieder geval 2 op de goede plek. Ja, jij en ik. Ja. Degenen die het duidelijkst een volgorde hebben genoemd, zijn Hadewig en Annemarie. Hey. 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 Dag Marit. Hallo. Je hebt heel wat gemist. Ja. Nou, nee hoor. Voor mijn doen is prima zelf. Echt waar. Dat is niet mijn ding. De rest heeft een mooie tocht gemaakt. Ja. En hebben daarna naar eer en geweten deze foto's hier neergezet. Ja. Aan jou nu de mooie taak om te kijken of die foto's goed staan. Ja. Jij mag alles husselen wat je wil. Oké. Okay. De inzet is €2000 voor de pot. Maar ik moet het helemaal goed hebben? Helemaal goed hebben. Ga je gang. Ik ga Hadewig weghalen. Ja, dat werd moeilijk. Ik had de volgorde van Hadewig en Annemarie het best onthouden. Dus die heb ik als basis genomen. Hadewig, William, Tim, Annemarie, Marit, Frits, Liesbeth. Maar dat gaan we dus niet doen, want Frits zei dat je op 5 zat. Alhoewel ik had gehoord dat Frits zeker wist dat hij op 5 zat. En William wist zeker dat hij op 2 zat. Nou, dat heb ik zo laten staan. In jullie lijst stond Liesbeth aan het einde. Maar Liesbeth heeft donker haar en mijn moeder heeft ook donker haar. Dus wellicht moet ik dan dit doen. Ik kan er niks beters van maken. Ja? Ja. Zullen we de foto's maar gewoon omdraaien? Dan beginnen we bij nummer 1. Ja. Ja, nou, ouders Hadewig. William. Ja, ja, dat moet goed. Mooiste moeder van de wereld. Neusje. Tim. Oh, fuck. Dit zijn mijn ouders. Ja, niet mijn ouders. Jammer. Nee. Niet goed? Nee. Gaan we naar Annemarie. Ja. Nou, dat zie je meteen, toch? Ja. Frits? Hey, wat doet jouw vader op de plek van mijn moeder? Sorry, dat is mijn vader. Tim, dit is jouw vader. Ja. Dat is niet goed. Ja. Dat is mijn man. Ja, ja. Ja. Dat is jouw moeder, Frits. Ja. Lichte moed, hè? Kleine Frits met een jurk aan. Ja. Nou, de laatste. Wie zijn dit? Ja, alles van Liesbeth. Mijn vader en moeder. Ja. Een pakje. Jongens, dat klopt helemaal niets van. Ah, hij is licht overdreven. Meer dan de helft. Je bent wel snel tevreden met jezelf, hoor. Maar dit levert geen €2000 op voor de pot. Nee, dat is zo. Foto 3 heb ik niet eens gezien. Die volgorde klopte al niet, omdat wij al een foto hadden gemist. Ik heb die foto ook niet gezien, dus ik dacht dat mijn moeder op 5 lag. Ja, die twee met elkaar is een moeilijke combinatie, want alle twee hebben wel een beetje de neiging om er wat bij te verzinnen. Dus het zou me niet verbazen als dit een afspraakje tussen de twee heren was om ons op het verkeerde been te zetten. Lukt wel een beetje bij mij hoor, eerlijk gezegd. Maar een klein beetje.